Maar eerst naar Frank, want er zijn harde woorden van de topman van Air France KLM. We ontwaken toch weer na een dag dat Schiphol weer flink onder een vergrootglas lag. En volgens mij is de topman van Air France KLM daar even helemaal klaar mee. Ben Smith, die opent vandaag in de Telegraaf de aanval op de politiek. Taal die we jullie niet kunnen onthouden. Jullie zijn naïef. Het is werkelijk verbijsterend dat krimp als een weg vooruit wordt gezien in Den Haag. Daar zit allemaal geen woord Spaans bij de woedende woorden van de luchtvaartleider. Beleidsmakers vergeten de enorme investeringen die wij allemaal doen in duurzaamheid, vindt hij. Geef ons eens wat tijd. Het wordt nog mooier. De politiek is zelfs verwend. Jullie zijn gewend geraakt aan KLM en het economisch netwerk dat daaraan vasthangt. Dat is allemaal niet vanzelfsprekend, moeten jullie in Den Haag weten. Allemaal taal dus van die topman van Air France KLM richting Den Haag. Het is de zoveelste, ja, toch het zoveelste groot bedrijf, ja, zouden we kunnen zeggen. Het zou misschien wel eens formatietijd kunnen zijn. Zou ja, ook een bericht naar u gericht, meneer Paternotte. Ja, nee, op zich is dit een bekende frustratie bij hem. En ik snap het ook wel vanuit Parijs. Ja, je wilt sowieso natuurlijk niet dat je bedrijf wordt geraakt. Mm-hmm. En Schiphol is inderdaad in 10 jaar tijd enorm gegroeid. Maar dan vooral met andere luchtvaartmaatschappijen dan KLM. Dus ook daar zit een frustratie. Ja, aan de andere kant, er zijn ook afspraken met bewoners gemaakt. En dat is waar de rechter nu van zegt. Ja, afspraken met bewoners rondom Schiphol, ja, daar moet je je als overheid ook aan houden. Mm-hmm. En ondertussen bouwen ze in Vietnam, wat is dat, 17 nieuwe vliegvelden? Ja, volgens mij waren het er 11, inderdaad. Ja, ja, en dat geeft ook aan. We zitten in Nederland in natuurlijk een heel klein land. Mm-hmm. Heel dicht op elkaar. Met een, ja, de grootste luchthaven bijna van Europa. En dat knelt is niet zo gek. En we vinden KLM volgens mij een heel belangrijk bedrijf. Wil je ook een afspraak met bewoners houden. Dus het is heel belangrijk dat die vliegtuigen schoner en stiller worden. Ja. Zodat die luchtvaart wel kan blijven. Robert, hoe zie jij deze zaak? Nou, hij heeft, deze meneer Smith heeft onlangs de vertrekkende directeur luchthaven Ruud Zondag van Schiphol ook een interimmer genoemd die een te grote broek aantrok. Ik vraag je wel af waarom deze man dit doet. Want als je gewoon kijkt naar de politieke realiteit, dan gaat die krimp waarschijnlijk gewoon plaatsgrijpen. Dus het is een beetje too little too late, dit gekrijs vanuit, ja, Parijs. Het gekrijs vanuit Parijs. Ja. Heel mooi. Van de Canadezen, ja. Ja, we gaan naar de Keukenhof, want die viert vandaag de opening. Ja, waar bloemen verwelken en rozen vergaan, blijft de